Vanmiddag lijkt het erop of er niets is gebeurd bij de waterplas waar afgelopen maandag een man verdronk. De man van 21 uit Eritrea kon al zwemmend naar het vlot in het water komen. Een woordvoerder van het asielzoekerscentrum waar de man woonde wilde niet voor camera reageren over wat er gebeurd is. Want ze zijn druk bezig met het regelen van de uitvaart van het slachtoffer. Ze geven aan dat het rustig is op het asielzoekerscentrum hier achter mij in Winterswijk. Jaarlijks zijn er berichten van vluchtelingen die verdrinken tijdens het zwemmen. Dat deze man wel kon zwemmen blijkt wel uit het feit dat hij zelf bij het vlot wist te komen in het water. Wat er daarna gebeurd is na de sprong van het vlot blijft onduidelijk. Het COA en Vluchtelingenwerk geven de laatste jaren extra voorlichting voor de gevaren van water. Want ook zij zien de toename van drenkelingen onder asielzoekers. Zo zijn er gemeenten die kinderen die in het asielzoekerscentrum zitten zwemles geven. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geeft aan veel te doen om mensen te informeren over het gevaar van water. Maar volwassenen dwingen om zwemlessen te nemen, dat kunnen ze niet.